Ik ben inmiddels onderweg. We gaan de laatste twee foto's maken vandaag van de top 10 en dan hebben we voor iedereen de foto vastgelegd. Ik moet tussendoor nog even mijn dochter ophalen van het zwembad. Ik zit hier bij de Kasteelhof. Ik wacht nog even op Annemarie. Wij hebben locaties genomen waar je op de achtergrond juist onze speerpunten terugziet. En ook voor senioren hebben we weer een aantal mooie speerpunten. En ik denk een van de belangrijkste is dat we ook vol inzetten op activiteiten voor senioren. En vol inzetten op levensloopbestendige woningen. Waar bijvoorbeeld een woonkamer of een hal gekoppeld kan worden, gedeeld kan worden. Zorg gecombineerd kan worden. En daar moeten we de komende jaren een aantal stappen zetten. En zeker met de groei van senioren moeten we nu het fundament gaan neerleggen. Dat we de senioren een mooie plek kunnen bieden hier in Druten. Met goede voorzieningen waarin ze jaren gelukkig kunnen zijn. Ik ga overigens nu over de schaarbeurzen weg bij Albert Heijn. Een van onze belangrijkste speerpunten die wij waar we ons al jaren voor in hebben gezet, die nou ook mooi gerealiseerd is. Daar zijn we ook erg blij mee. Ik moet nu mijn dochter ophalen. Die is net klaar. Ja, je zult zien dat hier in 2023 een heel mooi nieuw complex is, zowel sporthal als zwembad. Dankzij onze partij, een van onze speerpunten, is dit zeker gerealiseerd. En je ziet hier ook de skatebaan. Nou, dat wordt voor mij een persoonlijk speerpunt. Ik wil dat er gewoon in Druten een mooie pumptrack komt voor de jeugd, waarin ze met fietsjes, steppen, skateboards, steps van die baan af kunnen. Ik ga nu snel naar binnen mijn dochter ophalen.